Staken die verstaat alleen Engels, dus dan moet ik het anders doen. Nou, als we eens even kijken. Staat even naar je bladen kijken. Dan zie je dat je weer veel eerder mag gaan voorbereiden. Hè? Dus dat je na je derde stop, als je rijdt, mag je bladen al draaien. En ze mogen al onder water. Je ziet dat je een beetje verzwaait voorin. Je ziet dat zelfs je rechter, voor de kijkers rechterblad, regelmatig nog niet eens gedraaid is. Dat komt ook omdat je nog heel erg uit je polsen draait en nog heel erg knijpt. Dus probeer veel meer die riemen met wat bredere vingers en wat losser vast te houden. Maar naar de zijkant. Ook hier zie je weer dat je wat meer kan voorbereiden. Je benen-rugkoppeling, die is goed, dat is mooi. Maar je hoeft wat minder te trekken met je schouders. Dat komt vanzelf goed. Dus eigenlijk is de hele baal heel losser met je handen handelen. En veel beter.